Broeders en zusters, u die hier altijd bent, u die misschien zomaar gekomen bent of bewust gekomen bent. De tekst voor de verkondiging vanochtend is uit Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 7. Laat daarom die gezindheid, die houding in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Broeders en zusters, als er één feest is dat de strijd aanbindt tegen het oprukkende individualisme vandaag de dag, dan is dat toch wel het kerstfeest, niet waar? Heel nadrukkelijk legt de heiland in zijn geboorte, in zijn leven en sterven en ook na zijn opstanding, heel nadrukkelijk legt de heiland op een radicale manier de nadruk op het hart hebben voor elkaar, het omzien naar elkaar, op de naaste liefde. Dat zal zijn oorzaken hebben. De hemel, en daar was Jezus vol van, als geen ander. De hemel is een wereld van liefde. En daarom is de weg naar de hemel ook een weg van liefde. Van oefening, want het gaat met vallen en opstaan. Een weg van oefening in de liefde. Wie dus in haat en nijd leeft met zijn naaste, die is niet op weg naar de hemel. Wie op weg wil zijn naar Gods eeuwige wereld van liefde en recht, die wordt opgeroepen zich te bekeren van de liefdeloosheid en het egoïsme en het onrecht. En om bezield door de Heilige Geest in de liefde te wandelen. Iemand die zich verzoende met een medemens met wie die in wrok leefde en onmin, zei, toen ik mijn wrok losliet, kreeg ik er zoveel vreugde en blijdschap voor terug. Het kost je wel wat. Het kost zelfverloochening. En dat gaat ook niet vanzelf. Ook een oefening. Je kunt de liefde vergelijken met een kaars. En een kaars, jongens en meisjes, in deze periode van het jaar steken we nogal eens een kaars aan, hè? Dat vinden we mooi. Een kaars geeft licht. En dat vlammetje geeft ook wel warmte. Maar ondertussen, terwijl die kaars licht geeft en warmte, brandt die kaars zelf op. Je zou kunnen zeggen, om ons licht en warmte te geven, geeft die kaars zich helemaal voor ons. Brandt die op. Nou, dat deed Jezus eigenlijk ook. Moet je eens kijken. Hoe hij een vijandige wereld lief had. Nota bene, vijandig. Maar zich voor die wereld liet opbranden als een kaars. En zo, zegt Paulus, is Jezus onze voorganger op de weg die omzien naar elkaar heet. Laat daarom die houding, die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En wat is dat dus voor gezindheid? Nou, dat was opofferingsgezindheid. Hij stond niet op zijn strepen. Hij had geen last van eergevoel of hoogmoed. Hij kon de minste zijn. Hij kon leven in alle puurheid en eenvoud. Wel nu zegt Paulus, Jezus zij onze voorganger. Om christen te kunnen zijn, heb je echt iets van die eigenschap van Christus nodig.
En dan grijpt Paulus terug op het kerstfeest. Onze tekst is waarschijnlijk een oud-christelijk lied, een hymne. Of met andere woorden gezegd, gij komt van al zo hoge, gij komt van al zo veer. Het kerstevangelie is bij Paulus ontdaan van alle sfeer en franje. Kijk, het kerstevangelie van Lucas vertelt ons van Bethlehem. De stal, de kribbe, de herders. Het kerstevangelie van Matthäus vertelt ons over de wijzen uit het oosten die komen om te aanbidden. Maar bij Paulus is de geur van de stal en de wierook afwezig. Het is bij Paulus, om zo te zeggen, heel sfeerloos. Best wel een beetje kaal. Echt geen witte kerst. Nee, maar het is wel boordevol evangelie. Paulus wil ook ons vanochtend, u, jou en mij, meenemen naar het hart van het kerstevangelie. En hij verkondigt ons Jezus Christus, die, hoewel hij God was, aan God gelijk was, ons mensen gelijk is geworden. Weet je nog, jongens en meisjes? De Heer Jezus is dus niet als een God uit de hemel gekomen, dan zouden alle mensen voor hem op de vlucht geslagen zijn, geschrokken. Nee, Jezus is bij ons gekomen, heel gewoon, als een baby. Hij is gaan groeien, mens geworden. Kijk, die Jan Pieter, hè, waar ik een verhaaltje over vertelde, die Jan Pieter, ja, die had eigenlijk iets moeten doen, ja, wat hij niet kon. Hij had eigenlijk ook een vogel moeten worden. Een merel of zo, of een koolmeesje. Ik weet niet wat voor vogeltje er uit het nest gevallen was. Kijk, als Jan Pieter zich veranderd had in zo'n vogeltje, dan waren die andere vogeltjes niet geschrokken. Ja, dat kon Jan Pieter niet. Maar de Vader in de hemel is almachtig. En hij zegt tegen Jezus, jij gaat naar de aarde om de mensen te redden, te helpen, hun zonde te vergeven. En dat doe je door mens te worden. Ik kan erover nog een mooi voorbeeld vertellen. Als illustratie daarvan een verhaal over de voormalige Belgische koningin Astrid. Een koningin die in 1935 bij een verkeersongeluk in Zwitserland om het leven kwam, toen ze nog geen 30 jaar oud was. Toen ze nog maar kort koningin was, vond er in België een grote mijnramp plaats in de Belgische mijnstreek, de Borinage. Een mijnramp die nogal wat slachtoffers eiste. Wat deed koningin Astrid? Koningin Astrid bleef niet in het koninklijk paleis. Nee, zij ging op bezoek bij de mensen, om de mensen te helpen, te troosten, bij te staan. En hoe ging de koningin naar de mensen toe? In een koninklijk kleed? Met een kroon op het hoofd? Echt niet. Nee, de koningin kleedde zich om. En ze trok de eenvoudige mijnwerkerskleren aan van de vrouwen uit de Borinage. En zo begaf ze zich onder de bevolking in rouw. De koningin sprak niet veel, maar ze was er. En hoe? Incognito. Of liever gezegd, door iedereen herkend als hare majesteit. Maar dan zonder pracht en zonder praal. Als één van hen. Niet een koningin boven hen, maar een koningin te midden van de mensen. Als een vrouw van het volk. En weet u wat de mensen in de Borinage zeiden? Nooit vonden we onze schone koningin zo schoon. Alle betovering die normaliter van deze jonge koningin uitging, haalde het niet bij de lieflijkheid van dit teken van meeleven. In deze tooi, die gewone kleding, was ze koningin bij uitstek. Koningin van een ongekende gratie. Alle hoogheid legde ze af.
om zo van haar kant alle afstand te overbruggen en haar arme volk nabij te zijn. En zo hoefde ook niemand zich te schamen of bang te zijn om de nood en de verbijstering en het verdriet aan de koningin te klagen. Want haar gewone kleding was het bewijs van haar meevoelend, meelijdend, meevoelend hart. Schoner dan ooit was ze zo, omdat ze nabijer was dan ooit. Tot in de nacht van rouw en doodsangst. Als hooggeborene, solidair, om zo te zeggen, met het diep verlorene. Nou ja, net zoals in onze tijd de Amerikaanse president gedaan heeft, de afgelopen week, hoe die meeleefde en ook geraakt was zelf, persoonlijk, hoe die meeleefde met de getroffenen van de schietpartij op die basisschool. Dat drama, hij trok het zich aan, hij was mens toen hij daarover sprak, dat voelde je. Wel, nu de allerhoogstgeborene, Jezus. Wie is van zo'n hoge komaf als God de Zoon? Wie van een majesteit als Hij? Maar wat deed Jezus? Toen Hij bij ons kwam, kwam Hij heel gewoon. Hij legde zijn koninklijke waardigheid af. En Hij liet zich kleden in povere doeken. Daalde neer tot in de diepte van onze misère. Hij werd vlees van ons vlees, bloed van ons bloed, schande van onze schande, zonde van onze zonde, om mee te kunnen lijden met ons mensen. Eén van ons. Om uiteindelijk de ene voor ons te zijn. Dat is het thema wat ik trouwens boven de preek geschreven heb. De ene voor ons werd één van ons. En dat kostte hem uiteindelijk zijn leven aan het ruwhouten kruis. Omdat hij voor ons tot zonde gemaakt werd. Zo solidair was hij met ons mensen. Onze zonde. Dat wat ons leven zo stuk kan breken. Heel de gebrokenheid, hij nam het op zich, werd tot zonde gemaakt voor ons. Het kostte hem zijn leven, maar had het ervoor over om u, jou en mij te redden, over liefde gesproken. En omdat hij kwam bij ons, zo, heel gewoon, kijk, daarom durfden die herders om te beginnen, zo uit het nachtelijke, ruige leven weggeroepen naar Jezus te gaan. Met hun vuile plunje, die rook naar aarde en beesten, durfden ze wel te gaan naar een kind in een voederbak, een kribbe. Hij was immers één van hen geworden. En zo zoals ze gingen, zoals ze waren, gingen ze. Het woord dreef aan tot spoed. En wat ze ontdekten in die kribbe, in dat kinderke klein, dat was hun broeder. Eén van hen. Wat zullen ze blij geweest zijn. Hier ligt de lang beloofde verlosser. De lang beloofde koning. Maar dan niet gekleed in lijnwaad en satijn. Maar gehuld in doeken. Als de armste van alle armen. Hier is een afstand overbrugd die wij niet overbruggen kunnen. Maar Jezus heeft het gedaan voor ons uit liefde. De hoogstgeborene, solidair met het diepst verlorene. De beloofde Messias, als één van ons. Een koningszoon die bedelaar wordt. Kijk, dat wat wij nou net niet graag willen, wil Hij. Van meer naar minder. Wij willen het liever omgekeerd. Wij willen liever van minder naar meer. Wij willen naar boven, hogerop, meer. Wij zijn kinderen van Adam. Adam die niet tevreden was met wat God hem gaf. Terwijl hij er meer dan tevreden mee had kunnen zijn. Hij was het niet. En wij met hem. Hij at van de vrucht. Hij riep zo de dood over zich uit.
En daar zucht de wereld onder tot op de dag van vandaag, onder Adams kinderen die als God willen zijn. En we vechten ons naar boven ten koste van anderen. We vechten voor de beste plekken. We streven naar het hoogste goed op elk gebied. We doen het niet voor minder. Maar Kerst zegt ons dat God zich dwars daartegen inbeweegt. God heeft een voorliefde voor wat niet mee kan komen. Voor wat niet in tel is. Voor wat zichzelf niet redden en verlossen kan. Hij ziet om naar David, om maar een voorbeeld te noemen. David, een gewone herdersjongen, die door zijn vader niet eens thuis was geroepen toen de profeet kwam. En God zag om naar Maria. Een heel eenvoudig meisje uit een kleine buurtschap. Och, wie zou er gekend hebben? Niemand. Maar God kende er. God wist van eraf. God zag nader om. God wilde haar gebruiken in zijn dienst. En Jezus, hij riep veelal eenvoudige vissersmannen als zijn discipelen. En in het midden van de tijd zoekt God in Christus zo de laagste plaats. Daalt hij af tot in de diepste diepten. En legt Jezus alles af wat voor hem macht en glorie betekende bij God. Maar hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij gaf het op. En dan gebruikt Paulus hier een woord dat zoveel betekent als Jezus klampte zich niet aan zijn God zijn vast. Dat doen wij wel eens, hè? Wij klampen wel eens iets vast. Vast, als je een broertje of zusje hebt, jongens en meisjes. En je broertje of je kleine zusje, die wel met iets spelen waar jij heel zuinig op bent. Hè? Je hebt wel eens wat speelgoed waar je heel zuinig op bent. En dan wil je zusje of je broertje dat pakken. En dan denk je, nee, zometeen maakt ze het kapot. En wat doe je dan? Dan pak je het gauw af en dan hou je het tegen je borst geklemd en dan zeg je, afblijven, dat is van mij, mag jij niet aankomen. Nou ja, dat doen grote mensen net zo goed hoor. Wat doet een rijkaard die op zijn geld zit? Zegt ook, afblijven, is van mij. Of je ziet een machthebber die zijn macht krampachtig vasthoudt. En het vuur opent op zijn tegenstanders. Houd je koest, ik sta mijn macht niet af. Nou, daar tegenover staat Jezus. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij gaf het op. Hij geeft zijn macht, zijn rijkdom, zijn majesteit, zijn luister op. Hij verlaat de hemel waar het vrede is. En komt als mens bij ons op aarde waar haat, nijd, strijd, oorlog is. Kortom, het is een rampgebied bij ons. En hij komt bij ons als mens. Niet als een machtig koning, maar als slaaf. In alle eenvoud leeft hij onder ons. Want hij is gekomen om ons te dienen. Waarmee kan ik je dienen? Vraagt hij ons. Kan ik je dienen? Ik wil je dienen tot je behoud, je redding. Daarvoor is hij gekomen, heel gewoon. De koning knecht, de ene voor ons wordt één van ons. Door mens te worden, hield Jezus ondertussen niet op God te zijn. Maar dat had hij verborgen, om zo te zeggen. Nee, hij liet zien wat het betekent om God te zijn. Juist gewoon als mens. Als je kijkt naar dat kind in de kribbe in de stal van Bethlehem. Als je kijkt naar de man die op zijn knieën de voeten wast van zijn leerjongeren. Als je kijkt naar dat bebloede lichaam. Naar die bespotte gevangenen voor Pilatus. Als je kijkt naar de uitgemergelde, naakte veroordeelde aan het ruwhouten kruis. Dan zie je werkelijk wie God is, niet in zijn luister, in zijn majesteit, maar in zijn liefde. In zijn bewogenheid met ons mensen. God heeft er alles voor over om u, jou en mij te kunnen redden.
En Jezus geeft zich totaal om ons vijanden, laat maar eerlijk zijn, laat ons niet mooier voordoen dan we zijn, om ons vijanden met God te verzoenen. En daarin gaat Jezus tot het uiterste. Heeft hij lief tot het einde. Kijk, hij had ons de wacht kunnen aanzeggen, toch? Vanwege al ons zondig gedoe en onze liefdeloosheid en rechteloosheid. Hij zou ons hardhandig tot de orde hebben kunnen roepen. Hij zou ons voor eeuwig mogen verwerpen, want hij is God. Maar hij doet het niet, want hij is God. Hij zou mogen komen om met ons af te rekenen, want hij is God. Maar hij kwam om ons te dienen, de koning knecht. Want hij is God. Hij offert aan God en aan ons zijn leven totaal op. God de Zoon in de diepte van onze misère. God de Zoon die al ons lijden en heel onze schuld, heel dat gebroken leven van ons op zich neemt. En met God verzoent. Eén van ons, één met ons. Jezus onze broeder en als broeder ook borg. Eén van ons, ja, maar vooral dus de ene voor ons. Hij voor mij, dat ik het anders wel zou kunnen vergeten. Maar Jezus denkt aan me. Hij zoekt me op en neemt me bij de hand. Hij voor mij. En ook, hij weet wat wij doormaken. Hij is echt mens geworden. Hij kent ons zondige hart, ons vragende hart, ons zoekende hart. Hij peilt je gebrokenheid, je eenzaamheid, je schuld, je verlorenheid ten volle. Hij begrijpt onze zuchten en tranen. Hij kent onze ziekten. Hij kent ons roepen, waarom? Hij kent het onrecht dat anderen je aandoen, de miskenning. Hij weet van de duisternis, van de poort van de dood, waar je zo ontzettend tegenop kunt zien. Hij heeft het allemaal zelf doorleden. Om zo voor ons een weg te banen, door het leven en door de dood heen, naar het eeuwige leven. Kom maar, zegt hij, volg mij. En dat zegt hij dus niet als koning, maar als mens. Als verlosser, als zaligmaker. Terwijl hij ondertussen koning bleef, maar mens werd. En juist zo heeft Jezus een naam ontvangen na zijn volbrachte arbeid op aarde. Heeft Jezus een naam ontvangen boven alle naam. Zij de Kyrios, de Heere aan wie alle eer en aanbidding toekomt. En de vraag aan ons is, broeders en zusters, heb je in je leven, in je doen, in je laten, in je komen, in je gaan, in je horen, in je zien, heb je de eer van deze Heer al op het oog? Of ben je nog steeds bezig voor eigen roem, eigen eer, eigen naam? Daar word je toch zo moe van? Word je toch niet gelukkig van? De kersttijd wil ons leren dat we geschapen zijn en herschapen moeten worden om te leven gericht op het doel van ons leven. Gericht te leven op de eer van onze Heere. Daarover gesproken, ik las nog een verhaal. Over de Engelse koningin Victoria. Uit de 19e eeuw, begin 20e eeuw. In de week van haar kroning werd de Messia van Händel uitgevoerd. En de traditie schreef voor dat tijdens het zingen van het Halleluja-koor iedereen in de zaal ging staan. Een hofdame had tegen koningin Victoria gezegd: Majesteit, als koningin van het Britse Rijk mag u alleen blijven zitten. Toen het Halleluja werd ingezet, ging inderdaad iedereen staan. Het Halleluja greep de jonge koningin aan. Haar lippen begonnen te trillen en ze kreeg tranen in haar ogen. Maar ze bleef inderdaad zitten, zoals het protocol voorschreef. Totdat het koor jubelde, King of Kings and Lord of Lords.
Toen hield ze het niet meer uit. Koninklijke etiketten of niet, ook zij ging staan. Het eerbied voor haar Heer en Heiland. De koning van alle koningen. Jaren later had deze koningin tijdens een ziekteperiode een gesprek met een hofprediker. Ze vroeg hem, nee, niet naar het einde van de Maya-kalender. Maar ze vroeg hem naar de wederkomst van Christus. Waarom vraagt u daarnaar, majesteit? Vroeg de man. Koningin Victoria antwoordde hem, wel, ik zou dan nog zo graag in leven zijn. Ik zou hem zo graag de kroon over het hele Britse imperium willen overhandigen. Voor hem willen buigen. Ik en mijn onderdanen buigen voor de koning der koningen. Zo eerde deze machtige vorstin haar heren en boog ze haar knieën voor hem. En dat was een voorbeeld voor ons. Ons leven is ten diepste toch niet van onszelf. Behoort toch Christus toe? En daarom is de oproep die vanochtend vanuit Filippenzen 2 tot ons komt de volgende. Jong en oud, kom. Geef je gewonnen aan Christus. Hij die bij ons kwam heel gewoon. Geef je gewonnen aan hem. Vertrouw je leven toe aan hem. Laat hem je herschepper, je inspirator, je voorbeeld, je heiland zijn. Als je leeft voor jezelf, ben je zo arm. Als je voor Christus leeft, word je zo rijk. En dan zal in ons leven, als je hem volgt, de gezindheid die Christus had. En dan komen we weer terug bij het begin, de beginverzen van dit hoofdstuk. De oproep om eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. De ander belangrijker achten dan jezelf. Een hart hebben dat niet alleen klopt voor jezelf, maar ook voor anderen. Niet alleen je eigen belangen voor oog hebben, maar ook die van een ander. Volg mij, zegt Jezus. En dan zul je niet in de duisternis wandelen, maar dan zul je leven in het licht en het eeuwige licht en leven zien. Tot slot. Een lied. Ver van de troon der tronen. En 's hemels zonneschijn. Wilt ge onder mensen wonen. Der mensen broeder zijn. Met God wilt ge ons verzoenen. Tot God heft ge ons omhoog. En onder miljoenen. Hebt u ook mij op het oog. Amen.